iets is wat het lijkt. Ja. Een aangrijpend boek. Het gaat erover dat je PTSS hebt. Door wat je allemaal hebt meegemaakt. Vertel even wat het is. Wat is PTSS? Ja. Posttraumatische stressstoornis. Dus eigenlijk in het kort komt het erom neer dat ik 17 jaar lang in de noodhulp heb gewerkt. En ik ging van noodhulpmelding naar noodhulpmelding. Het zijn alle 1-2 meldingen. En op een gegeven moment, als je niet genoeg tijd hebt om te herstellen na een traumatische gebeurtenis, dan blijft je lichaam op een gegeven moment in die piek hangen boven. Omdat je niet meer naar nul gaat. En op een gegeven moment denkt je lijf, na een aantal jaar, ik zit gewoon altijd in die stress en het gevaar. En dan kan die knop niet meer uit. Wat zijn de triggers voor jou? Ja, dus triggers waren een paar clusters. Dus voor mij is zeker heftige verkeersongevallen, bizarre lijkvindingen en heftig geweld. Zowel naar mij toe als naar anderen. Wat je dan ziet en meemaakt. En dat zijn zoveel meldingen bij elkaar. Maar deze drie clusters kon ik echt onderscheiden. En ja, per cluster zitten er soms zulke heftige meldingen van. Dat ik naar een lijk toe ga en je krijgt te horen, ja, daar ligt hij. En dan kom je daar en dan staat het lijk rechtop. Staat iemand dood te zijn. Je verzint het niet, maar je schrikt je helemaal de tandjes. Ja. Zeker als, ja, ik was er alleen. Het was in een soort van oude loods met paardenpoep. Het stonk gigantisch. En dan, ja, het lijkt wel een horrorscenario. Maar dat soort dingen blijf je altijd bij. Ja, het zit gewoon in je lijf. Ik kan me heel goed voorstellen. Maar word je daar niet op voorbereid op de politieacademie? Ja, we trainen erop en we hebben dan rollenspellen. En er zijn acteurs, dat noemen we lotenslachtoffers. Die spelen daarna. Alleen je weet gewoon, ik ben op de politieacademie in een veilige omgeving. Dus je kan je wel inleven. Ja. Maar nog blijft het. Ja, blijf je het weten van ik ben hier. Kijk, weet het pas. Ja, hier zijn wat beelden. Je weet het pas als je er staat, hoe het voelt en wat je echt meemaakt. Ja, hier zijn wat beelden inderdaad, man. Van mijn bodycam. College bij een achterzijde. Ja, er wordt dus regelmatig geschoten. Dit is wat jij dan zo meemaakt. Maar dan hebben we de heftige dingen bijvoorbeeld met lijken of meerdere mensen die dood op de grond liggen, hebben dan niet meegekregen. Hoeveel politieagenten hebben hier eigenlijk last van? Ja, het worden er steeds meer en dat komt omdat we steeds met minder politie zijn. De meldingdruk wordt hoger, dus we krijgen meer meldingen. En het geweld wordt ook heftiger, merken we, zeker de laatste jaren. Ik ben in 2003 bij de politie gekomen en ik zie al het verschil. Maar laat staan collega's die nog ouder dan mij zijn, die zien het helemaal. En dat is wel heftig. En het is niet alleen naar ons als politie, maar ook zelfs naar ambulance en brandweer. Ja, dat vind ik zo gek. Bij. Als wij vroeger op straat voetbalden, waar je niet mocht voetballen. Juist. En de politie kwam eraan, dan rende je weg met die bal. Ja. Tenzij de buurman al een mes in de bal had gezet. Ja. Maar dan, je rende weg, want je was dus de dood voor politie. En als er dan het was een paar keer gebeurd, dan kon het zijn dat er aangebeld wordt. Dat je als de dood was, dat de politie kwam zeggen dat het jongetje met die zwarte krullen. Nee, je had respect voor het uniform. Waar is dat fout gegaan? Ja, waar is dat fout gegaan, denk ik? Ja, ik durf het ook niet per se te zeggen waar het fout is gegaan. Ik denk zo rond de krakersrellen, 1980. Wel heel ver. Dat was echt geweld, hoor, tegen de politie. De provo's in Amsterdam. Maar weet je, tegelijkertijd, ik vind wel, we mogen echt heel trots zijn op het orgaan wat we hebben. Want waar we het net over hadden, dat ook de angst misschien bestaat van, krijgen we dit ook in Nederland, zulke rellen. We hebben bijvoorbeeld onze wijkagent. Het is vrij uniek hoe we die geplaatst hebben in de samenleving. Die heeft zo goed contact vaak met moskeeën of voetbalgroepen. Dat we, ik denk dat dat de kracht is binnen Nederland. Waardoor we kunnen zeggen, van we kunnen vroeg signaleren. En ook dat soort angels een beetje uit het vuur halen, zeg maar. Nou, we mogen ook hartstikke trots zijn op jullie, op het beroep wat jullie uitoefenen. Wat is je missie tot slot? Ja, de missie is om meer te laten zien van de breedte van het politiewerk. Dus ook waar mensen ons niet zien, maar dat een heel groot deel is van het werk. Vaak zeggen mensen, gaan bon schrijven of een boef vangen. Maar ik ben bijvoorbeeld een keer solo bij een aanrijding gekomen waar 5 mensen op straat lagen. 2 zaten bekneld en waren 2 dood. En de eerste 13 minuten was ik helemaal alleen. En dat weet niemand en op zich is het ook niet erg. En op een gegeven moment heb je 9 ambulances te plaatsen en collega's in brand om mensen los te knippen. En dan lijkt het een heel heftig ding en het was traumatisch zeker. Maar daarna komt er nog het ding wat het meeste indruk maakt, is dat je naar die families toe moet om te zeggen bij 2 ouders, je zoon kon niet meer thuis. Ja. En naar een vrouw van mijn leeftijd, een meid met 2 jonge kinderen, om te zeggen, ja, je partner kon niet meer thuis. Ja. Maar heb jij geen nazorg dan? We hebben nazorg en zeker dus onderling. We hebben een bedrijfsopvangsteam. Dat zijn eigenlijk collega's en die wachten elkaar op bureau. En dan probeer ik of te bellen of even te treffen. Alleen die adrenaline, daar zit je zo vaak nog in. Ja. Dat je eigenlijk, je hebt zeker een aantal dagen, misschien wel soms weken nodig om te weten wat het echt met je doet. Maar zeg dat je dit op maandag hebt en op woensdag heb je iemand die onder de trein springt. En op vrijdag heb je een gijzeling of een verkrachting. Ja, dan is dat weer helemaal het ding. En je hebt eigenlijk geen tijd om het goed een plek te geven. Maar en daar moeten we wat ben je wat overwerkt geweest, gestrest, een paar weken eruit? Al 4 jaar.
Ja, al 4 jaar. Ja. Ja, en daarom dus 4 jaar geleden bij mij is het echt... Ja. Ik heb het gelezen, het is een aanrader. Ja, dat is de laatste vraag. Kom je nog terug? Voor nu, zeg maar, ik heb begin echt met de dag geleefd. Ik dacht, ik moet de dag doorkomen. Ik heb ook een depressie erbij gekregen, omdat ik onbewust ermee rondliep. En nu kan ik met de week leven. En na een week wordt het voor mij heel warrig, een soort van brain fog. Dus ik kan niet echt verder kijken. Dus ik krijg de tijd en de ruimte vanuit de politie om dit te doen. Dus dat vind ik supermooi. En voorlopig in binnendienst of zo, dat je niet de confrontatie hebt. Ja, en inderdaad een stukje voorlichting, communicatie, werving en selectie inderdaad. Maar dat heb je bij deze al gedaan, dus dat is hartstikke. Ze zullen trots op je zijn, dankjewel. Ja.